in een geitenkaas of zo. Kangaroo shirt! Het is echt klaar. Letterlijk kijken naar. Dat is letterlijk niet meer licht te maken. Doe maar. Kijk. Hij is niet roze geworden. Dus misschien zijn we wel gescand. Welkom bij een nieuwe video. Wij gaan dit keer Red Velvet cake maken. Brownies. Maar niet cake, het is brownie. Deze is van Action. En ja, we moesten nog cream cheese, dus roomkaas, kopen. Yeah. En dat hebben we gedaan. Nou, in ieder geval, dat heb ik gedaan. En dat is dus niet goed gegaan. Want we hebben de hele verkeerde kaas gebraaien. Dat gebruik je voor salades. Of sommige mensen gebruiken dat. Ja, maar het ziet er ook heel pasta en zo. Plakkerig uit, zo daar. Ja, dat doen we er niet op. Anders zag het er zo uit. Ja. Dat is het kaas. Zo, maar het schiezen. Het hoeft er niet in, dus. In ieder geval dus het gaan maken. Wat we zelf moesten toevoegen was dus die kaas. Boter op kamertemperatuur. Wow. Oké, en water. Er staat hier openen. Hoeveel water? 80 milliliter. Je kan het open kutten en dan heb je aan de binnenkant de preparations. In ieder geval, we hebben hier een zakje. Oké, we hebben hier, dit is de topping mix. Maar nu ben ik helemaal kwijt. Topping mix? Ja. Voor wat? Dat moet je misschien met de kaas doen. We hebben hier de bak natuurlijk voor de brownies om dat in te doen. Ik heb trouwens ook al 80 milliliter water. Staat verwarmde oven. Nou, dat doen we nooit. Dus dat hebben we ook helemaal niet nodig. We hebben alsnog een schuin nodig om die zakjes te openen. Oké. Voeg de brownie mix, de boter en het water toe aan de beslagkom. Beslagkom. Gaan we gewoon zo. Gaan gewoon met de hand mixen of wil je een mixje mix hebben? Nee, ik kan het gewoon niet aan. Oké. Zijn er toch 6? Als het mislukt, hoef je maar 6 te eten. En meng dit op het laatste stand goed door elkaar met een mixer met deeghaken. Deeghaken? Ja, waar hebben we het allemaal over? Het ding is van Action, is weer deeghaken. Of zijn dat gewoon? Nee, dit zijn toch geen deeghaken? Dit noem je toch geen deeghaken? Nee, want dat is. Ik denk dat. Wacht, ik ga opzoeken hoe ze heten. Ik druk hier schardes en. Gardes en deeghaken. Gardes zijn dat. Ja. Dus deeghaken zijn deze. Oh. Dat zijn de deeghaken. Dus dan wordt het hard, denk ik. Zo staat alles erbij. Hier hebben we de browniebak, de boter, de zak van de. Wat hier zo erin moet. Dit is dan lijkt mij roze. En dit is de topping mix die we denk ik niet eens gaan gebruiken. Kan je niet, is er niet een vervanger van cream cheese? Zoek jij er maar op. Wat we moeten doen is. Voeg de brownie mix, de boter en het water toe. We moeten even de boter wegen. We hebben iets. Dit kan wel. Hier staat wat kan je gebruiken in plaats van cream cheese. En er staat er een halve cup magere yoghurt met een halve cup magere cottage cheese. Hey. Nee, dat is alleen niet mix met yoghurt drinken. Dat ga je niet normaal gebruiken. Nee, maar alsnog is het goed in gebruik. We kunnen het dan nog gebruiken. Ja, no, maar ik weet niet wel. Als ik helemaal hele raar. Waar de fuck zou je Nederlandse dingen in cup doen? Doe gram of zo. Ik moet het ding even draaien. Hij wil niet aan. Oh, hij zou. Dus dat kunnen we zo moeten doen. Ja, dat is maar goed. We hebben geen magere dingen. Dus. Denk niet in problemen, maar in oplossingen. Hij wil niet meer uit me rijden. Oplossing is eigenlijk om een nieuwe batterij erin te doen. Maar mijn oplossing is gewoon dat ik hem eruit op donderen. Hoe krijg je deze? Hij gaat niet meer aan en uit. Hij reageert niet meer op mij. Maar hoe gaan we nou weten hoeveel gram we doen? Nou, omdat hij het gewoon doet. Oh, kut. Ja, maar nu moet je hem weer uitdoen. Ik krijg de boter niet meer af. Je moet hem slijden. Jij bent echt zo vrouwelijk. Ik kan echt niks hier. Dat is ook zo raar om te zeggen, hè? Dat is zo grappig om te zeggen. Jij bent zo vrouwelijk. Ja, vorige keer was het niet zo. Is dat niet eigenlijk meer mannelijk, joh? Meer praktisch nadenken? Ik weet niet. Ja, ik ben meer stress iemand. Je denkt echt, hoe krijg ik deze boter aan? Ja. Ik denk niet logisch na. Oké, we hebben 44 gram. Het blokje boter, die doen we zo erin. Eigenlijk moeten we hem niet even in de oven doen. Is het niet mijn kamertemperatuur? Maar ga je dat ding keihard? Ja? Ja, zeg maar even bij een magnetron om. Dit ding kan toch ook een magnetron, dit ding? Ik heb hem hier. Nee, ik verzamel. Ja, dat is ook goed. Wil je dit ding openknippen? Kijk, ik hoef hem niet open te knippen. Ik kan hem gewoon openschudden. Oh, wat kleur is het? Bruin. Ja, dat is niet zo mooi. Ik denk misschien dat dit de kleur is. Zo. Kijk.
Nee, dit is wit, toch? Ja, dat is ook niet. Hoe kan het roze worden? Vind jij dit 80 gram? Ja, vind ik wel. Alles? Ja, toch? Waarom zou het niet allemaal moeten? Al het stoom komt er vanaf. Ja, het zweet. Oké, okay, dan staat er. Dus meng op de laagste stand goed door elkaar met een mixer met deeghaken. Denk je dat het rood wordt? Oh, hè? Nee, het is bruin. Brownie moeten. Ja, maar dat is niet wat hier staat, hè? Nee, maar ik denk misschien dat het misschien door de... Nee, dat komt niet door de topping, nee. I don't know, eigenlijk. Zijn we gescand? Misschien wordt het... Hier maar op zich. Misschien wordt het nog wel. Kijk niet. Deze deeghaken zijn helemaal niet leuk. Kijk, mijn boter gaat er gewoon doorheen. Wat is het? Op zich, het wordt al... op zich. Nee, dit is gewoon chocolade. Vind je het goed zo? Ja. Oké, vul de bakvorm met het beslag. En bak de brownies in 40 à 45 minuten gaar. En ga je nog zeggen hoe... Nee, maar dat maken we zelf wel. Dat kunnen we zelf wel. Nee, maar... Hoe gaan we... Het staat niet eens hoeveel graden. Wat voor een oven hebben wij? Een elektrische? Weet ik veel. Heb je verschillende ovens dan? Ja, je hebt een electric oven, fan oven, gas oven. Nou, we hebben sowieso geen gas, maar wat de fuck is een fan oven? Ja, dan doe je een fan erbij en zeker. Ja, maar het is 180 of het is 160. Ja, maar wij doen altijd voor cake. Ik heb geen idee. Zoek op hoeveel... 180 doen we toch? Weet ik niet. Zoek eens op internet hoeveel hoe lang brownies in de oven en dingen. Maar ik zweer maar, als we gescamd zijn dat dit ging, dat ze niet rood worden. Dan heb je echt 2 euro meer betaald voor een normale brownie. Gaan we likken? We kunnen gelijk proeven of het een brownie of een echte rat. Ik ga het echt opzoeken. Wat zit er in een red velvet cake? Dat het anders maakt dan een normale cake. Is het evenveel? Gaan zoveel? Die is wel meer. Ja, dan niet meer. Nee, het is maar gewoon een brownie. De rode kleur van red velvet cake ontstond vroeger vanzelf tijdens het bakken. Door een wisselwerking tussen de azijn, de karnemel. Karnemel? En toen nog het onbewerkte cacaopoeder. Dus de vlakzij. Onbewerkte cacao kleurde rood wanneer het in contact kwam met de zuren. Ja, dus dan heb ik gelijk. Dus dan wordt het zo meteen. Ja, dat zeg ik. Misschien zijn we niet gescand. Dat zeg ik toch? Onder het bakwoord. Ja, jij bent wel altijd het slimste eigenlijk. En nee, het was eigenlijk gewoon fantasie. Gewoon een droom. Oké. Lepeltje. Wel lekker. Op zich, het ziet er in een soort licht, ja, ziet het er een beetje bruin uit. Ja, paarsig. Maar... Oh, wat wil je toch gewoon zo'n hele lepel in je mond houden, hè? Ja, ik heb er echt zin in. Zo. Kan ik een bakje eigen werk. Je zou me echt leuk als je talent hebt of zo, dan zou ik gewoon talent hebben. Dat zou heel leuk zijn. Om talent te hebben. Ja, is toch zo? Ja. Lijkt me ook wel leuk om ergens goed in te zijn. Eigenlijk, ik heb het gevoel dat ik al het werk heb gedaan. Ja, ik ben een cameravrouw. Normaal is het andersom. Ja, ik dacht ik geef je eens een keer de kans. Ben je er al bijna klaar mee? Ja, dat is toch goed. Ja, dan kunnen we weer zo lekker likken. Nee? Nee, het ziet er wel mooi uit, je zo. Ja, oké. Okay. In de oven. Zal ik hem open doen? Ja, sure. Oh, zal ik dat er even uithalen? Oh! Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ze heeft hem gelijk op 40 gezet met doorspoelen. Okay. Nou, brownie zit erin. Zullen wij even opruimen? Waarom? We moeten de fucking dinges maken. Jij hebt helemaal gelijk. Ik moest even uitzoeken wat de cup was. 113 gram? Van wat? Hoe is dat logisch? Hoe denken mensen die cups gebruiken van ja... Eens in een cup? Ja, dat is echt precies 113 gram. Weet ik veel. Dat makes no fucking sense. Dus we hebben alles 113 gram. En queso fresco cottage. Oké, we moeten wel... Spaans op het Brits. Queso. Yes. Oké, dit moeten we wel nog gebruiken. Maar we gaan het eerst leren.
hele grote lepel. Ja, dat dacht ik al. Ik had op die. Ik heb maar de achterkant. Oh, zag je al niet? Waarom eet je zo? Oh my god. Nee, dat is volg maar niet. Weet je wat? Literally niet vast doen. Suiker. Lekker, jongen. Dat is echt heel gaar. Hier, chocol nemen. Vroeger was het altijd zo. Voordat wij gingen doen, moesten we het aan elkaar laten zien. Dit deed alleen jij. En weet je wat ik dan stiekem deed? Dat deed jij niet en dat deed ik veel meer. Zoals nu. Maar jij neemt de hele bak mee of zo? Jij mag de rest. Ja, Marijn zegt dat altijd, ook als ik een cake gebakken. Jij mag de rest. Ja, maar ik kom ook altijd meer nemen op mijn lepel. Ja, maar voor mijn idee is het gewoon zo cool. Voor mijn idee vind ik het zo aardig als je gewoon de rest geeft aan mij. En eigenlijk is het gewoon mooi probleem, want jij denkt dat jij beter bent, maar eigenlijk krijg je ik ben gewoon delusional. Later, onze kinderen. Mijn kinderen gaan niet mee bakken. Ik maak die taart zelf en dan kan ik die hele ding opeten. Nee. We mogen gewoon de dingen smaken. Maar dan stiekem in een apart bakje die de helft van de cake is. En dan zei ze, waar is dat voor? Ja, dan kan ik een andere cake. Maak er twee cakejes. Nee, maar dat is liegen. Je kunt het niet doen. Dan vragen ze me, waar is het cakeje? Jij zegt het helemaal niet. Ik haal er even op. Hallo, rustig, hè, Tijn. Kom op. Zet die bak op niet. Nee, hij doet niet. Hij doet niet leeg. We hebben deze bak nog nodig, niet. Ja, maar laat mij even lekker leeg liggen, man. Ik moet wel genieten van dat het niet meer kan doen. Nee, dat is echt klaar. Letterlijk kijken naar. Dat is letterlijk niet meer leeg te maken. Doe maar. Het zegt op internet dat een halve cup dat 113 gram is. Ja, dus 113 gram van beide. Cottage cheese en yoghurt. Dat pak ik allebei van maple. Ik zeg, als dit gaat stinken, naar van die geit. Ik heb echt wel zin in geitenkaas ofzo. Kijk naar mijn shirt! Ja, maar joh, ik wil geen kaas op mij hebben. Waarom gaat het ding er niet in? Oh, en het gaat er ook niet vanaf. Ah. Nee, maar joh, dit stinkt gewoon. Oh, chaos. Het ging mijn shirt, hè? Ruik naar een beetje slagroom ofzo. Ik ruik geen kaas. Oh my god. Ik ruik niks. Oh, thank fuck. Het ziet er echt niet lekker uit, nee. Dat mensen dit gewoon willen eten? Ja. Dat hoeft niet. Ja, het ruikt gelukkig niet anders. Ik denk dat mama dit wel beter. Ja, 100%. Waarom zit je met zo'n disgusting look ernaar te kijken? Ik weet niet hoe het eruit ziet. Ja, dat is misschien waar. Oh, dit ruikt wel lekker. Wordt het zoet. Oh, die topping ga ik erop gooien, dat wil je weten. Oh, nu wel, hè? En toen ik verkeerde kaas had gekocht, jongen, je ging met mijn weg staan dat je niet ging nemen. Ja, omdat anders was het disgusting. Oké, dat moet hierin. Ja. Oh my god, dat is... Oh, maar dat is altijd mijn nek, maar hoorde je dat geluid? Oh, my god. Ja. Ik vind niet dat je alles gaat vertalen, dat vind ik wel gelukkig. Oké, we zijn net klaar met de roomkaas maken en dit is een beetje dun. Van, kijk. Het is te dun voor een topping, of het hoort meer gewicht te hebben. Ik zal het een beetje zo uit te zien. We kunnen ook niet filmen. Maar ik denk dat het komt omdat de roomkaas zeg maar room is en dat kan opgeklopt worden. Ja. Yeah. Cottage cheese en yoghurt. Ja. Nee. Oké, zou ik proeven een beetje? Ja, doe maar. Het ruikt namelijk heel erg naar yoghurt. En het heeft nog steeds die balletjes erin van de cottage cheese. Maar het is wel lekker. Het is echt gewoon lekker. Proef maar. Het is gewoon lekker. Wat wil je dan doen? Van... Ja, we kunnen een beetje bloem erin rammen. Denk je wat? Maar weet ik zou niet weten hoe ik er anders heen moet gooien. Wat moet je? Dat is een integraal. Ja, maar deze is niet open. Oké, wat we nu gaan doen is we hebben het een beetje... Ja, we hebben er geen bloem in gegooid. We hebben het gewoon gehoord de hele tijd. En we gaan nu even een bakje doen. We kunnen het in de koelkast zetten. Want de brownies moeten er nog 15 minuten in. Dus ja. Nou oké, laten we even 15 minuten wachten. De brownies zijn klaar. Ik kan met een stok erin prikken. Dat hebben we vorige keer ook gedaan, toen ging het allemaal mis. Ja, maar omdat het niet aan bleef stikken, dat was niet mijn schuld. Nee, dat zit je, dat weet ik. Het is niet normaal. Ja, dat is wel goed. Ik weet wat ze ervan heeft gemaakt. Maar ondertussen, hij ziet er zo uit, hij is niet roze geworden. Dus misschien zijn we wel gescand. Nee, misschien zie je dat later in dit afgeproefd. Ach, mijn anus. Ik vind het niet kunnen. Action. Wat is hier gebeurd? Hebben wij dit fout gedaan of is jullie schuld? Nee, dit hebben wij niet fout gedaan. Wij kunnen dit niet. Nee, dit is nooit onze schuld. Ik denk dat we echt je gaan aanklagen. Dit kan niet. In Amerika zou je dat kunnen doen. Minimaal 5 miljoen. Ja, vind ik ook. En ze zeggen een heel triest verhaal van... Ja, mijn dochter wilde voor haar kinderfeestje een roze red velvet brownie. Ja, en toen ze erachter kwam dat het niet was, was een allergische reactie.
Ja. Brownie correct, red velvet niet correct. Nee, dus ja. Ja, en we moeten de shebang bang nog afwachten of dat misschien hopelijk in de koelkast dikker wordt. Ik denk het niet. Ik denk dat we moeten gaan dippen als een zak van de shebang. Hoe kunnen wij het zo erg? Ja, maar dat hebben wij altijd. Marije, het is een verpakking. Het wordt gemaakt voor jou. Wij hoeven alleen maar te mixen. Nee, maar die dingen hebben we niet met dit gedaan. Dat heb ik via internet gedaan. Ja, ik geef jou schuld, want jij zei niet dat het er al op stond. Wij gaan even wachten tot hij afkoelt. En dan kunnen we hem zo meteen lekker proeven. Ik hoop dat hij lekker is. Als hij ook niet lekker is, dan weet ik zeker dat ik klaar ben. Dan ga ik niet meer koken. Ja, hij is afgekoeld. Het is een uurtje later. En misschien lijkt hij nu wel een beetje meer rossiger. Ja. Ik heb er echt totaal niet. Het is best. Het is roder dan wat een normale brownie is, denk ik. Ja, maar het is niet echt dat je denkt van wow, dat is het. Nee, niet op het plaatje. Dus we zijn er nog een soort van gescamd. Ja. Wil jij eerst? Ja, zou ik de kapotte nemen? Oh, krankzinnige keutel. Sorry. Zou die lepel erbij neer vallen? Nou, letterlijk wel. Maar hoe ga je nu doen? Ja, gewoon erop doen toch? Nee, dat ga ik echt niet opkrijgen. Zou ik het proeven gaan? Ik ben letterlijk overal behalve op dat van ding. Nog hard. Ja? Nou, het kan een beetje zonder worden. Ik vind het een beetje koud. Maar het brandt wel lekker. Ja? Ik ga er een beleg van maken. Wauw, hoe dit? Crazy. Oké, het lekt wel echt. Ja, dat is wel echt kut dat het zeg maar zo druipelig is. Hoe ga ik dit überhaupt eten? Maar het is niet hard. Nee? Nee. Maar de bovenkant van papa. Ja, maar dat is misschien normaal. Ja, zeker. Maar wel lekker toch? De brownie dan. Op zich, ja. Ik had niet verwacht dat jij het zo erg lekker zou vinden. I mean, dit vind ik niet lekker. Ik proef het niet. Nee. Ja, ik ook niet. Ik proef geen smaak. Ik denk dat het gewoon is nu je koude yoghurt wat je proeft. Ja, dat er ook volgens mij meer yoghurt in. Ik weet ook niet hoe je nu gaat eten. Maar proeft het anders dan een andere brownie? Nee. Het is wel meer droge brownie, dus bijvoorbeeld niet van die fudge brownies. Nee, maar die zijn wel wat lekker. Eigenlijk moet je hem niet zo lang erin doen. Zodat, kijk, de binnenkant is daar al nog steeds een beetje zacht. Eigenlijk als je hem nog zachter moet hebben. Dan heb je letterlijk, dat is niet... Dan heb je dat eruit komt ruiken, dat is wel lekker. Ja, maar dat is niet hoe het hoort. Nee, maar dat is wel lekker. Oké, cijfer. Ik denk... ik was er zo... Ja, kijk, ik zou het gewoon, zo'n brownie, hij is gewoon een 7 of een 8, want het smaakt gewoon lekker, verrukkelijk. Dat zou ik gewoon elke dag kunnen eten. Maar voor wat je verwacht had, is het een 6. Ik verwacht dat het heel mooi roze rood zou worden. De kaas is mijn eigen schuld. Maar hij heeft nog een goede oplossing gevonden, maar verder, daar kunnen we niet echt de schuld geven. Brownie in het algemeen, van ja, het is heerlijk, maar het is gewoon niet rood. I mean, op zich, ik vind dit denk ik een... Met het gehele, ook met dit spul, denk ik een 6. Maar de brownie zelf, gewoon een 7 denk ik. Ja, 7 of 8. Maar gewoon wat lekker is en niet voor de verpakking. Als je, kijk, als je denkt dat is gewoon een normale chocolade brownie, dan geef ik het gewoon een 8. Ja. Maar omdat dat niet zo is... En wat betekent dat ik weer een andere veel? Ja, maar zijn er van... Ik denk dat wij gewoon überhaupt, wij moeten gewoon niet meer bakken, we moeten gewoon een taart heel kopen. Het enige waarom ik nooit zou stoppen met bakken, is het spul likken en eten uit de bak. Nou, in ieder geval, laat achter wat we nog meer kunnen bakken, wat misschien leuk is. Misschien moeten we eens een keer zelf een red velvet cake maken. Ja, maar red velvet, dat is niet echt... Dat is niet heel makkelijk. Nee. Nee, dus laat een andere cake achter, of een andere bakding, of een andere kookding achter. Ja, het liefst dat je het in de winkel kan komen met een pak. Maar ja, nee. Dus we kunnen ook wel eens een keer koekjes proberen. Maar ik denk dat ik... Oh, we moeten pepernoot eigenlijk misschien. Maar ja. We hebben geen dingen hier. Speculaas. Sommigen hebben... Je kan van die speculaaskoekjes stampen. Ja, daar krijg je geen pepernoot van. Nee. Oké, in ieder geval, ja. Bedankt voor het kijken. Ja. Weet je... Mislukking. Eigenlijk wat hadden we ook verwacht. Ja. Nou, ik had verwacht dat het roze zou zijn. Verdomme. Ik dacht, mooi. Ik was een keer... Ja. Ja, dit is gewoon letterlijk een brownie. Ik wil gewoon de hele tijd naar kijken en dat het opeens gaat veranderen naar roze. Dan opeens dat je ogen gaan vertellen, Nienke, dat is wel roze.
Maar dat hoor niet. In ieder geval, hoop ik het ook leuk. Geef het een like, abonneer. En tot de volgende keer.